Henk is de beelden het vastboren op de pallets. Dat doen we bewust, want ja, we hebben toch altijd het idee dat het misschien gepikt wordt. Of waaien. En hebt hij vanaf het begin af aan hebt hij de plankjes onder gemaakt om ze vast te boren. Okay. Dat ze ze niet kunnen meenemen. Want ja, het is toch zonde, je kan ze niet meer kopen. Sinterklaas is net 2 weken in het land, maar Carla en Henk Akkerman en hun kleindochter Angel uit Noord zijn al volop bezig met kerst. Ieder jaar pakken ze groots uit. Het hele huis wordt versierd. Ze doen dit al sinds 1984. Het pronkstuk is toch wel de levensgrote kerststal in de tuin. En die trekt ieder jaar weer veel bekijkers. Mensen stoppen met de auto's en wacht even nou. En dan zie je mensen zitten weer binnen en zeggen, nou daar zijn ze weer, dus komen weer kijken. En dan zie je ze ook hier stoppen. En dan gaan ze ook, maar ook zijn er mensen die stiekem foto's maken. Ik denk, ja waarom? Het staat toch om ook om foto's te maken als je dat wil. In 2017 was AT5 al eens te gast bij Carla en Henk. Hun huis zag er toen sprookjesachtig uit, met heel veel lichtjes. Ondanks de energiecrisis heeft Carla geen moment overwogen haar huis deze kerst niet te versieren. Ik heb het er met mijn man over gehad, van wat gaan we doen? Ik zeg, je betaalt 470 euro stroom nu per maand. Ik zeg, ik weet niet wat het gaat worden, wat gaan we doen? Hij zei, we gaan lekker door. Ik vind het ook onzin om te stoppen, ik betaal het zelf. Dus ik zie het dan wel weer, maar ik vind het, nee, dit laat ik niet ontnemen. We hebben nou overal, kan je hier ook zien, zitten van die timers tussen daar al. Dat is dus de timer voor hier rondom. We hebben echt wel gezegd, wat gaan we doen? Hij zei, we gaan het gewoon doen dit jaar. Weet je, hij wordt 75, volgend jaar kan hij misschien niet meer. Nee. En er zijn altijd mensen om ons heen die zeggen, we komen helpen, maar we zien ze nooit. Nee. En ik vind het ook nog goed, want hij kan het beter zelf doen. Mm-hmm. Versiering is allemaal van oude bomen. Dus ik gooi niks weg eigenlijk. Recycelt alles? Ik recycle, tenminste, hij recycelt het. Alleen ik ben havengeit dat recyclen. Nou, dat is dus een aangenaam moment. Henk, Carla, Angel, jullie zijn bijna klaar. Wanneer is het helemaal af? Wanneer is het af? Binnen en buiten? Ja. Over een week, denk ik. Eind volgende week. Komen we dan nog een keer terug? Is goed. Ja. Oké. Helemaal goed. Komt maar dan goed. Wel eens een beetje schemer, want het ziet alles binnen uit met lichtjes. Komt goed.